Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn nu in Epcot. Onze ene laatste dag van het park alweer. Ja. Tijd vliegt. Ja, ik zet zo mijn zonnebril ook even op. Ja. Het is druk vandaag. Epcot. Nog even, ik zal even kijken of ik het kan laten zien. You're in line. Voor mijn gevoel is het drukker dan de vorige keer. Ik vind het meevallen. Ja. We wachten nog even op Joyce en René. Hun bus die reed net voor hun neus weg, dus daar moeten we nu dus even op wachten. Maar het wordt weer een leuke en volle dag. Stand by the entrance. Oh, deze kant. Hi family. Deze kant. Nee, René gaat goed. René gaat wel goed. Oké, we gaan even nemen. Gaan we dan. Big summer blowout. Zo, Anna Els hebben we gehad en nu is het tijd om te gaan vliegen. We gaan heel hoog, we gaan naar Soarin'. Dit is de eerste keer voor jullie die nieuwe de nieuwe variant. Wel. Ja, de nieuwe wel. Vorig jaar zijn we ook geweest, maar dat was de oude dus. Vandaar dit jaar de nieuwe. Dus we gaan beleven wat het is. Het is mooier geworden. Ja. Ja, het is echt mooier geworden. Laten we het hopen. Laten we snel naar binnen gaan. Store all carry-on items in the underseat compartment. This includes cameras, purses, hats, and of course, these little beauties. Next, fasten your seat belts, inserting them into the buckle on your right. If smaller aviators don't measure up to the height indicator on the seat, just put the belt through the loop in the center strap before buckling. That's work, pal. Soon you will be airborne. So if you or your little aviators have a fear of flying or of heights, you might want to wait for your party at the arrival gate. Okay, let's review. That is seat, seatbelt, carry-on item, safety strap, fear of heights. Keep your hands and arms inside at all times. We zijn in ieder geval op Sun en René aan het wachten. Wij hebben net ons ontbijt op. Een adult breakfast pattern met ei, bacon, van alles en nog wat. En dit is wel heel erg lekker. Dit is een soort broodpudding. Dat smaakt echt heel goed. Dus ja, we moeten even een half uurtje wachten en als het goed is komen ze zo aan. Zo, we gaan nu weer weg bij Soarin'. Hij was echt super gaaf. Ja, wel jammer dat het de laatste keer was. Maar goed, ze heeft beelden. Dus die laten we zo even zien. Ik heb de telefoon van jullie gewaakt, hè? Oh ja.
Maar die laten we zo dus even zien. Ja. Dus wil je het niet zien, moet je nu even stoppen met kijken. Ja, spoel even minuutjes. Verder. Ja, spoel vijf minuten verder. Oké, wij gaan verder. Doei doei. Als we in Epcot zijn, moet je natuurlijk even als Club Cool om even wat te drinken te halen. Dus zo ook vandaag. En we gaan weer de challenge aan. We gaan weer de Beverly proberen.
Gaan we doen? René, we gaan hem doen. Kom. Niet zo moeilijk doen, hè? Nu is de Brazil. Nee, dat is deze. Die is spinnigste. De Beverly. 1, 2. Dat is niet de Beverly, mensen. Ik geloof er niks van. Even snel iets anders. Nu de Fanta Pineapple. Ik de Inca Cola. Deze is beter. Deze ook. Ja, maar ik heb hem weer gedronken, ik ben er trots op. René en ik zijn nu onderweg naar Mission Space. Daar ben ik nog niet in geweest. Die is heel gaaf. Dus die is heel gaaf, hoor ik net. En je hebt daar verschillende levels, toch? Ja, je hebt een heftige level. Ja. En je hebt een soft level, een normale. Okay. En wij gaan voor de heftige. Wij gaan voor de heftige. Oké, okay, dan ben ik heel erg benieuwd hoe ik eruit ga komen. Dit is het dus. Je hebt de groene en je hebt de oranje. En de oranje is dus de zwaardere. Oké. Okay. Nou, kom. Volgens mij is daar de Fastpass ingang. We gaan het gewoon doen. Ik heb dus ook echt een ticket. Die moet je dus straks laten zien. Nou, we hebben het overleefd, hè? Ja, hij is goed, hè? Hij is heel hij goed. Hij is toch? Hij is echt heel gaaf. Ik zei net tegen René, ik dacht dat hij schokkerig en wat lompen zou zijn. Maar hij is echt wel heel relaxed. Het zijn alleen die G-krachten die je voelt. Ja, dat is echt heel goed gedaan. Dus Sin & Joyce, heel veel succes. I don't have all my treasures with me now. Lene, wat heb jij? Wat is dat? Popcorn? Kijk nog eens.